WikiLeaks has published nearly 400,000 secret U.S. files. A massive dump of classified information. There does appear to be evidence of war crimes in this material. Zo leerde de wereld Julian Assange kennen toen hij met WikiLeaks honderdduizenden geheime documenten publiceerde over de oorlogen in Afghanistan en Irak. Most of the leaks were highly classified and some arguably endangered life. Valt wat Assange met WikiLeaks heeft gedaan nog onder persvrijheid of heeft hij bewust de nationale veiligheid van Amerika in gevaar gebracht? He says he's the victim of a conspiracy to punish him for exposing US crimes. De Amerikanen willen hem voor de rechter hebben. En daarom bekijken Britse rechters nu of hij uitgeleverd moet worden. There's no prospect of a fair trial in the United States. Daar hangt hem een celstraf tot 175 jaar boven het hoofd. Eerder besliste een Britse rechter dat hij uitgeleverd mag worden. De uitspraak van het Hoge Rechtshof is dus voor Assange de laatste kans. Ja, ik praat erover met Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant. Fijn dat je er bent, Huib. Ja. Heb jij het idee dat hij nog kans maakt om niet uitgeleverd te worden? Die kans lijkt mij heel klein, ja. Ja. Dit is een laatste stap in een eindeloos proces met heel veel tussenstappen. Mm-hmm. En experts achten de kans gewoon heel klein. Ja. Ja. Dan hangt hem 175 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Want een eerlijk proces verwacht je daar misschien ook niet. Hij wordt dan daar beschuldigd van het hacken van de overheidscomputers en het overtreden van de spionagewet. De Espionage Act, ja. Ja, en dat is meteen wel bijzonder, want dat is een wet uit 1917, ja. Toen de Amerikanen zich hadden gemengd in de Eerste Wereldoorlog. En dat had tot doel om ondermijning van het Amerikaanse leger te voorkomen. Maar zoals de naam al zegt, het gaat over samenzweringen tegen Amerika, spionage. Mm-hmm. En dit gaat over lekken. En lekken is geen spionage. Dus daar zit al het gekke. En wat ook belangrijk is om dan meteen even te vermelden. Dit gaat over, we kennen Assange als een wonderlijke man. Als een niet altijd sympathieke man. Sommigen noemen hem een gek. Maar daar gaat het eventjes allemaal niet over. Het gaat over, ook niet over wat hij in 2016 heeft gedaan. Toen hij zich had gemengd in de Amerikaanse verkiezingen. Door Russen gehackte mails van Hillary Clinton te publiceren. Daar gaat dit ook niet over. Het gaat allemaal terug tot 2010 en 2011... Die honderdduizenden documenten die toen werden gelekt over Irak, Afghanistan en later de diplomatieke berichten. Mm-hmm. Waarin heel veel journalistieke relevante onthullingen stonden. Ja. Kunnen we zo meteen nog even over hebben, maar het was heel relevant. En wat de Amerikanen eigenlijk hebben gedaan is op allerlei manieren geprobeerd hem het leven zuur te maken. Het leven van WikiLeaks-medewerkers zuur te maken. Mensen tegen hem op te zetten. Dus hij is gevlucht, hij is uiteindelijk in die ambassade terechtgekomen. Daar moest hij op een gegeven moment uit. Had hij zich ook onmogelijk gemaakt. Nu zit hij al heel lang vast, 12 jaar. Het gaat vrij slecht met hem. Zijn zicht is slecht, zijn gezondheid is erg broos. Hij heeft heel lang geen daglicht gezien. Hij heeft nooit ver kunnen kijken, omdat hij altijd in een kleine kamer zat. Dus hij zit al 12 jaar vast. En dit is eigenlijk zijn laatste kans op beroep. Wat zeggen die Amerikanen nou? Die zeggen, niet enkel het feit van het publiceren van die geheime documenten rekenen we aan, maar dat je contact hebt gehad met een bron daarover. Mm-hmm. De bron is Chelsea Manning. Die is al veroordeeld. Die heeft 7 jaar gezeten en heeft uiteindelijk gratie gekregen. En dat zou je kunnen zien als een journalistiek proces. En wat je daar hebt gedaan om dat aan te moedigen en het proberen te verhullen van die communicatie, dat rekenen we aan. En dat zien we als een soort van samenzwering. En dat is precies het problematische, mm-hmm. want dat is wat journalisten wereldwijd doen. Dus daarmee is dit ook een zaak die veel verder reikt dan Julian Assange alleen. Het gaat de hele journalistiek. Laten we heel even kijken. Zijn vrouw heeft vandaag ook iets gezegd. Dat is zijn advocaat. Daar heeft hij uiteindelijk een relatie mee gekregen en 2 kinderen. Dit is wat zij zegt over wat de gevolgen zullen zijn als hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. He should never be extradited to the United States. He would never be safe. The United States plotted to murder my husband. It's an attack on all journalists all over the world. It's an attack on the truth and it's an attack on the public's right to know. Julian is a political prisoner and his life is at risk. Ja, dus wat zij eigenlijk zegt, wat jij zegt, hè, het is eigenlijk een aanval op alle journalisten. Want jij ziet hem wel ook echt als journalist. Nou, dat is een hele moeilijke discussie. Journalist, publicist. Kijk, zijn
Zijn vrevel zit hem een beetje in dat hij heeft samengewerkt met journalistieke organisaties. The Guardian, New York Times, De Spiegel. Die heeft hij die NRC. Documenten, NRC Handelsblad, NOS, ja. RTL Nieuws. Die heeft hij die documenten gegeven. Daar hebben zij over gepubliceerd. Met andere woorden, dat was maatschappelijk relevant. Die afweging hebben zij gemaakt. Mm-hmm. Maar hij is zelf nooit daar als journalist, als mede-auteur gezien. En dat maakte hem ook kwetsbaar. Daar heeft bijvoorbeeld Edward Snowden, de klokkenluider van de Amerikaanse NSA, die nu in Rusland vastzit, heeft daarvan geleerd. Die heeft die documenten meegenomen en die heeft ze aan twee journalisten gegeven. En die heeft gezegd, jullie doen er maar mee wat je wil. Jullie bepalen of dit maatschappelijk relevant is. Ik wil daar verder niks mee te maken hebben. Ja. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is ook best wel roekeloos natuurlijk om te zeggen, we hebben deze documenten, hè, van de Amerikaanse staat en die dumpen we op het net. Roekeloos of relevant, want er stonden heel veel relevante dingen in. Ja. En daar hij heeft, er wordt gezegd oorlogsmisdaden, dat is ook echt zo. Misschien herinner je die video vanuit Irak, waar Amerikaanse helikopters schieten op onschuldige burgers, waaronder twee journalisten van Reuters, ze gewoon vermoorden en daarover lachen. Mm-hmm. Altijd ontkend door de Amerikanen. Dat heeft hij onder andere aan het licht gebracht. Ja. Want wat is nog meer de impact geweest van die documenten? Nou ja, echt veel. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar dit is een voorbeeld. Er waren ook veel meer voorbeelden van oorlogsmisdaden in Irak, maar ook in Afghanistan. Mm-hmm. Veel meer burgerslachtoffers gevallen dan officieel werd gecommuniceerd. In Irak gemarteld. Het was zelfs zo dat de Iraakse regering echt in verlegenheid daardoor was gebracht. En dat de Amerikanen eerder zijn weggegaan uit Irak door deze onthullingen. Maar bijvoorbeeld ook het bedrijf Trafigura, het Nederlandse bedrijf, dat giftig afval dumpte in Abidjan, waar honderden, duizenden mensen gezondheidsschade van ondervonden. Shell, die diep geïnfiltreerd bleek in de Nigeriaanse politiek. En een hele belangrijke, vindt hij zelf ook, is de excessieve rijkdom, het verrijken van de Tunesische regering, president. Mm-hmm. Waarna een opstand begon tegen, in Tunesië tegen het regime. En dat was weer de aanleiding voor de Arabische lente. Maar als jij het gaat niet om hele kleine dingen. Maar als jij deze optelsom nu maakt, hè, hij is natuurlijk op een gegeven moment is die op die ambassade gaan zitten. Dus is dit heel veel jaar eigenlijk tussen dit succes, zou je kunnen zeggen, en het moment dat hij nu toch wellicht overgeleverd wordt aan Amerika. Mensen misschien het idee van hem hebben van het is toch wel een beetje een gek geworden. En op die ambassade was hij onhandelbaar. Want ergens is het natuurlijk absurd dat alles wat hij heeft laten zien, wat veel gewelddadiger is, toch? Kijk even naar jou, Erik. Al die burgers die gedood zijn, daar zijn nog nooit Amerikanen voor veroordeeld, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ja, maar dit is ook precies de oud-hoofdredacteur van The Guardian, Alan Rushby, die heeft met hem samengewerkt. Die zegt, het is een onmogelijke man. We zijn absoluut geen vrienden geworden, maar ik moet het voor hem opnemen. Het is ongelooflijk belangrijk dat hij niet wordt uitgeleverd, omdat hier veel meer op het spel staat. Ja. En hij vergelijkt het zelfs, kijk, wat Amerikanen hier doen is, die zeggen eigenlijk, als het over geheimen gaat, dan willen wij kunnen bepalen of we jou naar ons land kunnen halen. Dat betekent dat bijvoorbeeld als ik zou berichten over de nucleaire wapens die liggen op Volkel, dat weet iedereen, publiek geheim, maar dan zouden Amerikanen kunnen zeggen, we gaan jou nu naar Amerika halen en dan komt hier in de gevangenis zitten zonder een eerder proces. Maar is het in die zin ook een soort proces om andere journalisten te ontmoedigen? Om te zeggen, dit kan er gebeuren als jij lekt uit onze bronnen? Maar ze zijn in ieder geval heel boos dat hij op deze manier heeft gelekt. En je ziet vanaf het begin dat ze op allerlei manieren de infrastructuur van WikiLeaks, de medestanders, gewoon ze hebben alles. Ze zijn zelfs een memo uitgelekt waarin ze de strategie zeg maar openbaren. En daarin staat, we gaan WikiLeaks op alle mogelijke manieren beschadigen en vervolgen. Ze hebben gewoon alles uit de kast getrokken. Ja. Maar want jij bent natuurlijk onderzoeksjournalist, dus jij moet ook op verschillende wijze aan jouw informatie komen. Voel jij je ook beïnvloed hierdoor? Niet direct, maar ik vind wel dat er meer op het spel staat dan mensen lijken te realiseren. Mm-hmm. En ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat als dit bijvoorbeeld de New York Times was overkomen, dat de ophef of de verontwaardiging veel groter was geweest en dat het nooit zo ver was gekomen. Ja. Maar omdat het Julian Assange is, omdat het lang geleden is, omdat het een gecompliceerde man is, omdat hij in 2016 heeft gedaan wat hij heeft gedaan, ja, heeft hij misschien de sympathie verloren? En zijn er ook weinig politici die het voor hem opnemen? Ja. Vind je het eigenlijk stilgebleven rondom Julian Assange? Ook bijvoorbeeld hier
Het is stiller geworden rondom Julian. Hebben jullie dat ook als je er nu weer naar zit te luisteren? Dat je denkt, oh ja, dat beeld van Julian Assange, dat was een beetje weggeëpt. Als ik nu terugdenk, 2011, Marieke. Ja, ik zag hem nu inderdaad deze dagen weer in het nieuws. Denk ik, oh ja, hij is er ook nog. Ja. Even cru gezegd. Met deze hele belangrijke documenten. Ja. Er is een kunstenaar, een Russische kunstenaar, die heeft iets bedacht. Hè, want wat zijn vrouw zegt natuurlijk net ook al van, we zijn eigenlijk bang dat hij dit niet zal overleden. Dat het toch moord zal worden als hij wordt uitgeleverd. En die kunstenaar die heeft een speciale kluis. En daarin zitten allemaal hele dure kunstwerken, hele waardevolle kunstwerken. En dit is wat hij zegt, waar hij hoopt invloed uit te oefenen op hoe ze met hem om zullen gaan. It's a countdown, which kind of 24 hours counting down. And every day, someone has to prove that he is okay. So if nobody proves that he is okay, so the mechanism will function and all this important part of the art history will be destroyed by the acid. Ja, Pablo Picasso zit erin, Warhol, Rembrandt. Denk je als je het ziet, Joes? Ja, nou ja. Pablo Picasso, Rembrandt, Warhol, zijn allemaal mensen die staan, denk ik, voor de vrijheid van expressie door de afgelopen eeuwen in de westerse wereld. En daar staat hij ook voor. Dus in die zin snap ik het, denk ik inderdaad. Als de vrijheid hier niet geldt, dan vernietigen we de dingen waar we wel trots op zijn. En waar we wel, waar we de vrijheid van expressie wel waarborgden. Dus ik denk dat hij een gedachte wil opwekken. Ik vind het erg als die kunst verdwijnt. Ja. Ja. Maar de vrijheid van expressie, die is, dat is wat erachter zit. Dat is het grotere goed. Mm-hmm. Ja. Denk je dat hij uiteindelijk spijt heeft van wat hij heeft gedaan? Nee, het is niet een man die snel spijt heeft, denk ik. Nee. Ik denk dat hij hier heel erg in gelooft. En dat hij, ik weet niet of hij dit had verwacht. De prijs is heel erg hoog. Maar ik denk niet dat hij spijt heeft, nee. Nou, morgen horen we waarschijnlijk of Assange opnieuw in beroep kan tegen zijn uitlevering, of dat hij dus naar de Verenigde Staten moet. Dankjewel, Hein.